Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Miitopia video. We zijn nog steeds in de toren van de duisterdere vorst. Dit is een behoorlijk hoge toren en we hebben de game bijna uitgespeeld, maar we moeten nu door deze deur en ik denk dat ik hier nog een sleutel voor nodig heb ofzo. Kijk, een doodlopende weg. Wacht, er zit een gat in de muur. Ja, oké, we moeten dus nog sleutels gaan zoeken. Maar belangrijker dan de sleutel is natuurlijk een kissie. En wat ook belangrijk is, is dat je even je duimpje omhoog doet en niet vergeet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan mis je geen enkele video op dit kanaal. Zet ook even het belletje aan, jongens. Ik zeg dat eigenlijk nooit, maar zet het belletje aan. Dan maken wij deze grote kist open en er zit gewoon een schooloutfitje aan voor Zelda. Nou, wat mooi, hoor. Zelda heeft gewoon opeens superveel nieuwe outfitjes gekregen. Ja, we zien het alleen niet, want ze heeft het Amiibo-pakje van Zelda aan. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan nu even lekker spinnetjes nakken. Vogelspinnetjes! Pak ze dood. We pakken ze met z'n allen. Papadababam! Kijk, dat is alvast nummer 1. Hier misschien nummer 2. Nee, die leven allebei nog. Zelda, ga jij even wat doen? Ja, die gaat even wat doen. Die gaat ervoor zorgen dat Tootje nog een keer mag slaan. Die sloopt de tweede. En Zucker, ga jij de derde nakken dan? Of gaan we dat lekker met z'n allen doen? Easy, jongen. Die hype-strooisel, jongen. Mag ik ook wat hype-strooisel in de comments, jongen? Kan ik even wat hype-strooisel op jullie gooien, omdat ik nu level 29 ben geworden? Mag ik even een hype in de comments dan? Gewoon een hype, omdat we bijna die 60.000 abonnees al hebben, jongen. Het gaat helemaal sick de laatste tijd. En een hype, omdat Steve en ik zo'n goede relatie hebben. Nou, dan moeten we hier natuurlijk eventjes een van die sleutels gaan fixen. Kom maar op. Oh nee, Zucker is weg. Oh, we moeten het zonder Zucker doen. Oké, doei Zucker. Tot later. Tot bij de herfst. Herberg, mazzel. Gelukkig hebben we Mr. Mime die aanvallen doet, die 1 HP damage doen. Oké, we gaan even allemaal in de hype nu hoor, want Zucker is weg. Pak ze! Dat is 1. Let's go! Oké, die anderen zijn nog niet dood. En die uilen die gaan even los. Ik zie helemaal niks, jongen. Die uilen die zitten ervoor. Wat is Zelda aan het doen? Oh, Zelda is keihard aan het klappen. Lekker Zelda. Hier, kijk, Mr. Mime geeft ook even een klap. Die slaat helemaal nergens op. Oké, nog 1 uil over. Pak hem, Zelda. Lekker. Tot nu toe vind ik eigenlijk Zelda, denk ik, het minst goed in mijn team. Maar Zelda begint wel een stuk beter te worden de laatste tijd. Want Zelda had niet zoveel outfits en wapens, volgens mij. En ik had haar ook niet zo heel veel eten gegeven. Dus ja, dat ben ik nu steeds meer aan het doen. Ze vindt nu ook een toverdrankje. En dat had ze niet moeten drinken. In dit kistje zit een gouden tablet. Ja, dat is een van de tabletjes die we nodig hebben. Of hebben we er eigenlijk maar 1 nodig? Ik weet het niet zo goed. Ik heb niet goed opgelet bij die deur. Zo, Wooloo kan een zieke toverstaf fixen, jongen. Oh, die is mooi. Deze koekenpan ook, jongen, van Steve. Die is ook sick. Maar ik kan het dan maar niet betalen, joh. Misschien kan ik hier wat winnen. Ik kan een helden kattenpak winnen voor Toad. Ja, oh, nee, het wordt kikkersap. Kikkersap is ook goed, hoor, trouwens. Maar ik wil liever dat pakje hebben. Nu dan. Ah, weer kikkersappie. Iemand? Kikkersap? Zelda? Jij? Lekker? Nom nom nom? Toad? Nom nom nom? Kikkersap? Oh, je mag trouwens nog wel een kikkersappie hebben. Want dat heb ik helemaal nog niet zo heel veel geboost bij jou, jongen. Hier, neem er nog één, jongen. Lekker! Oh, lekker, heerlijk. Steve, vind je het ook lekker? Ja, kijk, Steve ook. Hoppa. Geniet ervan, jongen. Drink maar lekker op. Hier, heb je ook nog een sushi? Ik moet mijn snelheid trouwens ook even boosten. Maar ik vind deze sushi niet lekker. En jij, Zelda? Zelda ook niet. Hij lijkt me trouwens wel echt goor. In het echt. Kikkersap. Hoe maak je kikkersap? Die kikkersnoepjes, die zijn wel lekker trouwens. Als ze daar dan weer sap van maken, misschien is dat weer wel oké. Maar die kikkersnoepjes, dat is gewoon dikke suiker. Dus ja, dan heb je eigenlijk gewoon suikersap of zo. Oké, we moeten even bommen gaan slopen. Boom, 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 boom. Easy. Oh, dat ging wel lekker. Ja, en we gaan even een praatje maken met Mr. Mime. Ik vraag, hoe ben je eigenlijk duistere vorst geworden? En hij zegt, ja, dat is een lang verhaal. Ik werkte vroeger in een bananenfabriek. Daar maakte ik elke dag een heleboel HP-bananen. Maar ik begon me af te vragen of ik dat wel mijn hele leven wilde doen. Of ik wel echt gelukkig was met dat leven. En op een dag toen ik zat erover na te denken, hoorde ik een stem. En die zei, ik kan je macht geven. Als je wilt, kan ik jou de machtigste persoon in het land maken. En hij kon de verleiding van de stem niet weerstaan. En toen heeft hij de verboden kist geopend. En toen vloog er iets zwarts over hem heen. Dat overmeesterde Mr. Mime. Dat was de vloek. Want hij stal zijn lichaam. En hij veranderde Mr. Mime in de duistere vorst. En ondertussen was ik in slaap gevallen. Zo'n beetje een slaapverwekkend verhaal. Ik weet niet of jij dat ook vond. Maar ik had ook wel last ervan. Ik moest ook bijna slapen, ja. Kissie! Game tickets weer. Lekker. Elke keer als mijn game tickets op zijn, krijg gewoon nieuwe game tickets. Echt super chill. En Shadow is weer beter hoor, de beste man. Nu kunnen we kakelbond kostuum fixen als het een beetje mee zit. En ja, het zit alleen niet mee. Nou ja, 3 uitjes bonnen is ook niet verkeerd. Maar ik wil natuurlijk gewoon dat kostuumpje. Ja, nee!
Gun me dat kostuumpie. Geel. Gaat het weer niet halen. Nou, dan moet ik maar even iets vets kopen. Ja, ik vond het wapen voor Wooloo wel nice. Ik vind deze echt super kick. Gewoon omdat hij er vet uitziet, koop ik gewoon deze heksentoverstaf voor Wooloo. Ik ben nog even teruggegaan naar die andere route om te kijken wat daar nog meer was. En het is een merkwaardige hendel en die gaan we gewoon overhalen. Hey, oh, huh? Oké. Ik dacht dus dat wij per se deze deur moesten openmaken om verder te kunnen. Maar blijkbaar kunnen we achter die deur langs. Oh, wacht even. Er is hier een gigantisch gouden boinkie, jongen. Die is super huge volgens mij. Oké, allemaal hyperen. Let's go. Hyper. Maak hem kapot. Oh, wacht even, jongen. Doe eens rustig, joh. Ik weet niet hoe sterk dit ding is, maar hij maakt mij ook gelijk in één keer voor de helft kapot, joh. Wat een gek. Ik denk dat die Toad wel in één keer doodmaakt als die Toad raakt. Okay, let's go, jongen. Sloop die gouden boinkie, jongen. Maak hem kapot. Ik wil zijn geld hebben. Harder. Klap hem harder. Let's go. Hij gaat niet kapot. Mr. Mime, doe het. Ah! Kijk hoe gaan. Pak hem dood. Pak hem. Oké, deze is serieus sterk. Kijk hoe hard mijn HP-strozel gaat. Oké, ik ga schildjes uitdelen. Let's go. We moeten hem pakken. Deze guy is super sterk. Hij heeft ook een kroontje of zo. Dit moet toch wel lukken, jongens. Dit moet toch wel lukken. We gaan toch niet verliezen van een boinkie. Kom op, guys. Come on. Maak hem kapot. Kijk, hij heeft nog meer dan de helft van zijn HP. Let's go. Lentebriesje. Die doet 60 HP damage. Kom op, sukker. Oh, we doen hem echt zo weinig pijn. We doen hem zo weinig pijn. Oh, heb ik nog een schild? Ik heb geen schild meer. Oh, en Zelda heeft de HP nodig. Nog een keer een lentebriesje. We hebben hem bijna, maar hij gaat echt veel te goed. Hij is veel te goed. Come on, guys. Come on. Auw, niet in mijn kont prikken, jongen. 20 HP eraf. Kom op, Mr. Mime. 1 HP eraf. Maak hem kapot. Kom op, Toad. Ja, daar gaat hij. Eindelijk. Wow. Deze was zo sterk. Hoeveel krijgen we ervoor? 20.000 money. Oh, dit is zo lekker. Dit is heel nice. Ja, dan kunnen we wat mooie spulletjes verkopen, jongens. En we kunnen nu deze deur openmaken, want ik heb natuurlijk het amuletje hiervoor. Kijk, hoppakee, sesam open nu. En dan gaan we weer kistjes openen. Jemig, die gouden boink, die was sterk. Dat kostte echt superveel moeite gewoon opeens. En hier is het grote kistje en wat zit daarin? Heldenklauwen, lekker. Dat is een wapentje voor Toad. Die gaat daarmee 14 punten omhoog in zijn aanval. Lekker, man. En er ligt nog een klein kistje. Er zitten enemies in. En dat zijn banshees. Brrrrapap. En de laatste. En nog een klein kistje. En daar zit ook nog 6800 money in. Oh, we zijn in één keer rijk, jongen. We hebben 32.000 monies opeens. Maar ja, dat is ook zo weer op natuurlijk als we een paar dingen hebben gekocht. Oh, maar wel chill, jongen. Nu kunnen we echt opeens lekker weer wat dingen gaan kopen. Even kijken, joh. Wie wil er wat? Wooloo, jij wil een nieuwe staf voor 10.000? Dat vind ik wel een beetje veel geld. Dat vind ik oprecht een beetje veel geld. Hier, we kunnen beter eerst dit even kopen. Een nieuw pakje voor Red. Die kost maar 4600. Ik denk dat dat voor nu even beter is. En deze klauwen van Toad zijn ook 8000. Oef. Oké. Ik ga overstag. Die mag je hebben, Toad. De metalen hand. Schoenen. Dan kan je wel even een flink beter tikkie mee uitdelen dan. Nu heb ik alsnog 20.000 money over. Dus dat is op zich prima. En door, jongen. Want waar is die duisterdere fors nou? Daar zijn we naar op weg. Maar dat duurt wel eventjes voordat we bij die gozer zijn, denk ik, man. Hey, wie is dit? Iemand roept mij. Die zegt, meneer Rikachu. Het is de postbode professor Eagat. En die heeft een briefje voor mij. Ja, dankjewel. Leuk dat je ook hier bent. Een briefje van Impa. En die zegt, ja, je moet gewoon altijd blijven lachen. Ja, dat doe ik sowieso wel. Maakt niet uit wat er gebeurt in het leven. Altijd blijven lachen. Het is wel waar. Het is wel waar. Als je dat kan en als je dat probeert, dan moet het goed komen. Zelfs als je Pichu, Raichu en Pikachu tegelijk moet gaan redden, moeten we nu tegen 3 vijanden? Of is het 1 vijand met 3 hoofden? Wat is het? Het is een Pikachu-visje. Rode Pikachu kikker en nog een Raichu visje. Oké, we gaan gewoon lekker hyperen. En dan zien we wel wat er gaat gebeuren, jongens. Let's go, Toad. We gaan je helpen met z'n allen. Het eerste visje, dat leeft gewoon nog gelijk, joh. Holy moly. Oké, we hebben die visjes niet zomaar kapot, zo te zien. Misschien is het slim om toch maar eventjes wat schildjes te gaan gebruiken. Eerste vis die is wel kapot nu volgens mij. Ik ga ons allemaal ook even beschermen. Die visjes die gaan niet zomaar kapot, jongen. Dat zien we wel. Nu gaan we voor het andere visje. Schildje van Zelda is gebroken. Al onze schilden zijn gebroken. Ja, maakt niet uit. De grote kikker doet niet zo heel veel damage zo te zien. Let's go. Ja, die andere vis. Nee, die leeft nog. Nu is die. Hij leeft nog steeds. Het is een super vis, jongen. Die is niet normaal, die vis. Dat is echt niet gezond. Oké, even wat strooiseltjes. Yes. Ik heb nog een extra schildje. Die geef ik even aan Toad. Die gekke vis, jongen. Die leeft gewoon nog steeds, joh.
Wat een mafklapper. Pak hem, pak hem. Ja, hij is nu kapot. Nice. Ik heb nog één strooiseltje. Die is vertoond. Tenminste, één hype strooiseltje. Ik heb nog wel meer strooiseltjes. Maar ook de kikker die is al voor de helft kapot, jongens. En nu kunnen we ons full gaan focussen op de kikker. Maak hem kapot. Kom op, Toad. Jij mag nog een keer. We gaan je allemaal weer helpen. Bap, 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 bap. En daar gaat de kikker alweer door. Lekker. Lekker veel XP zo te zien. Zucker gaat een leveltje omhoog. Oeh, en die heeft iets nieuws. Namelijk demonisch gefluister. Lok alle vijanden de diepte in. Met wat geluk verdwijnen ze voorgoed. Oeh. Dat is net als dat Guigi vijanden in één keer kan nakken. Dan trekt Zucker ze volgens mij allemaal tegelijkertijd naar beneden. En dan misschien dat de eentje kapot gaat. Dat is wel sick. Maar de gezusters Chew hebben ook hun gezichtjes weer terug. Ja hoor. Dat hebben we weer gefixt voor ze. Zo, nog een kistje erachteraan met een pittige hotdog erin. Ik weet niet, man. Ik denk dat die overdatum is, hoor. Of misschien is het een soort van coolbox of zo, waarin die ingevroren was. Maar ik zou geen pittige hotdog uit zo'n kistje eten. Weer is Wooloo ziek. Ja, ik weet niet. Die lijkt op kort jakje. Die is altijd ziek. Midden in de week, maar zondags niet. En ik krijg een cadeautje van Steve. Een gouden ring, jongen. Wat een cadeautje, joh. Doe eens normaal. Oh ja, ik kan nog even kijken wie er wat nieuws wil. Nou, Guigi die wil wel een nieuwe staf. En die krijg je ook gewoon van mij, de heldenstaf. Tuurlijk, jongen. Geniet ervan. Ja, Toad wil ook weer een nieuw wapen. Maar die kost nu ook gewoon 10.000. Dus dat vind ik wel een beetje veel van het goede. Ik ga een nieuw pakje geven aan Zucker. Die wil ook al heel graag een hele tijd een nieuw pakje. Dan gaat hij een banaan lopen te kopen, joh. Als je kan kiezen tussen nieuwe kleding en een banaan, dan kies je toch altijd voor een nieuwe kleding, joh. Oh jee, oh jee, oh jee. Oké, Zelda moet weer een nieuwe hendel overzetten. Ik doe de rechter en dan krijgen we eindelijk mijn P-Snoopy. Normaal gesproken doe ik altijd de verkeerde hendel. Eindelijk hebben we een keer de goede. Kistie erbij. Een game ticket. Toad die heeft slaap. Want die kon gisteren niet slapen omdat hij nableef denken. En nu is hij doodmoe. En Zucker die is sowieso in slaap gevallen. Dus één moeie bende hier, jongen. Iedereen is moe. Zo kunnen we het toch niet op gaan nemen tegen die duistere vorst, man. Word eens een beetje wakker, joh. Mr. Mime zei, toen ik de duistere vorst was, heb ik een beetje geleerd hoe de duistere vorst denkt. En ik vraag, wat wil hij dan bereiken? Mr. Mime zegt volgens mij om zoveel mogelijk mensen te laten lijden. Hij is een vreselijk wezen. Zijn hart is vervuld met haat, jaloezie en woede naar mensen toe. Hij loopt over van slechtheid. En het is allemaal de schuld van Mr. Mime. Was ik maar sterk geweest, had ik de verleiding kunnen weerstaan. Ja, maar ja, dan had hij waarschijnlijk wel iemand anders aangepakt, joh. Ik bedoel, weet je, als jij het niet was, dan was het wel een ander. Ondertussen hebben we 1650 mensen gered. Dat betekent, nou ja, ik hoef het niet meer te zeggen. Dit weten jullie wat dat betekent. Ik heb hier babyvoeding. Dat vind ik zelf heel lekker schijnt. Ik heb hier nog meer babyvoeding. Misschien voor Mario, want die heeft niet zoveel HP. Die vindt het ook wel lekker. Steve vindt hier niet zoveel aan. Zucker. Ja, jawel. En Red, wat vind jij ervan? Nee, ook niet. Ik koop nog even een nieuwe outfit voor Stevie. Stevie, ik bedoel natuurlijk Shadow. Hij lijkt niet eens op Steve. En even kijken of ik nog één wapen kan fixen. Ja, dit gaat nooit lukken. Nee, dit wordt zelfs een MP-snoepje. Maar we moeten een quiz doen. En dan, ik weet niet, dan kunnen we hier naar boven bij de trap. En ik weet niet of we dan eindelijk bij de duistere vorst gaan komen. Maar dat zou wel even super sick zijn. We moeten nu even nog een spelletje gaan doen. Open het gordijn, 3 vragen beantwoorden. En vraag 1 is... wie dat was? Ja, dat was heel duidelijk Guigi. Moeten we misschien ook onthouden van hoeveel mensen er langslopen en zo? Oh, wie was dit? Dit was duidelijk Zelda. Dit is niet zo heel moeilijk. Onze characters die herken je uit duizenden. Vraag 3. Moeten we wel goed kijken nu? Dit was Mario. Ja, easy. Easy peasy, man. Kom maar op met die bananen, jongen. Oh, weer game tickets. Lekker. Ja, en hierna mogen we de trap op. En ik weet niet, maar ik vind dat best wel spannend. Want misschien staat daar boven die duisterende vorst wel te wachten. Hey, zwaard en schild. Ik kan me herinneren dat dat ook best wel een moeilijke battle was toen. Oh, alleen nu niet zo te zien. niet echt, zeg maar. Nu hebben we 2 schilden en een vuurdemoon. Nou, dan ga ik weer HP-strooisel aan Toad geven en aan mezelf. Want ik bedoel, als we dat doen, dan gaat het meestal wel goed. Kijk, dat is 1. Oeh, even dat schildje. Zelda helpt ons. Ja, dat schildje is ook weg. En nu nog even die demon. Oh, ik mag nog een keer aanvallen. Let's get him! Bam! Ik val alleen wel op mijn snuffert. Pak hem, Zucker! Easy. Oh, ik ben zo benieuwd of die laatste battle ons ook gaat lukken. Ik heb echt totaal geen idee of we sterk genoeg zijn. Het licht is uit. Oh nee. Oh nee, waar gaan we naartoe? We gaan naar rechts. Oh, en we lopen tegen Zelda aan. Sorry Zelda, niet boos worden op mij. Hey, en kijk eens, Zelda gaat even naar level 23. Terwijl we nu moeten gaan battelen
Tegen drie drakies. Maar ik heb geen hyperstrooisel meer. Dus dit wordt leuk. Nu gaan we zien hoe goed we echt zijn zonder hyperstrooisel. Let's go. Oké. Al onze schilden zijn gewoon in één keer weg, joh. Oké. Ja. Wat gaan we doen? Toad gaat in ieder geval hard aanvallen. Kijk, Epona staat achter mij. Dit is heerlijk. We gaan even gewoon braap snuiven. De twee aan de zijkanten zijn kapot. Ja, en Zucker mag ook op Epona gaan aanvallen. En dan is het wel klaar. Als Zelda ook nog wat moet gaan doen. En dan zijn alle enemies weer weg. Zonder hyperstrooisel. Nice. Toad gaat ook naar level 23. En dan zijn we bij de herberg. En dan mogen we de trap op. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dan ben ik heel benieuwd of we de game misschien uit gaan spelen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!